Dit is altijd zo'n heerlijk moment in Clash Royale, want alle rewards kan ik gewoon weer claimen. Dat is echt zo nice. Aan het eind van het seizoen wordt het natuurlijk gereset. En alles wat je boven de 4000 zit, kan je dan weer allemaal rewards claimen. En aangezien ik gewoon gereset werd terug naar 5000, want ik had vorig seizoen de 6000 trofeeën gehaald, kan ik dit allemaal claimen. Hier bijvoorbeeld een legendarische kist, hier allemaal andere zieke kaarten. Alles wat jullie hier zien, kunnen we claimen. Dus dat is echt een heel lekker begin. Maar wat nog veel zieker is dat er gewoon een zieke update is gereleased, zeg maar, in Clash Royale. Die is op dit moment, nu ik dit opneem, nog niet uit. Die gaat zeer binnenkort uitkomen. Misschien als deze video online komt, is die al uit. Maar hoe dan ook, ik ga daar een beetje mee over jullie praten. In ieder geval, ik vertel de belangrijkste dingen die jullie moeten weten. En dit is echt bizar. Dit is echt de beste update die Clash Royale ooit heeft gereleased. Dus dat is echt heel nice. Maar voordat we daarover gaan praten, vergeet dan natuurlijk niet meer zat een duimpje omhoog achter te laten. Zouden we 2000 likes op een Clash Royale video kanaal zo al nice zijn. En vergeet zeer zeker niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik heb hier trouwens ook nog een kistje. Hier, deze. De kronenkist kunnen we ook openen. Misschien dat we hier toevallig nog iets leuks uit krijgen. Valt mee. We kregen wel die nieuwe kaart. Dus dat is wel lachen. En hier bij opdrachten kan ik deze nog voltooien. Maar dan hebben we het nu zo gedaan. En dan gaan we nu gewoon eventjes de rewards claimen. En dan gaan we ondertussen een beetje praten over wat er allemaal bij gaat komen. Het eerste wat nieuw is, zeg maar, bij de volgende update is een nieuwe kaart. En ik heb hem al gezien. Hij is echt geniaal. Het is een beetje, volgens mij is dat de brawler in Brawl Stars, Gene. Die kan volgens mij iemand naar zich toe trekken. Of was dat een ander? In ieder geval, je hebt in Brawl Stars heb je zo'n knokker die iemand naar zich toe kan trekken. Dat is de nieuwe troep in Clash Royale ook. Die kan iemand naar zich toe trekken en die gaat er dan op inlopen hakken. Dat is op zich best wel een ziek overpowerde troep. En ik denk dat hij heel chill gaat spelen. Kan ik nu nog niet helemaal zeker zeggen, want ik kan er nu nog niet mee spelen. Maar ik denk dat dat echt een hele zieke troep gaat worden. Hier trouwens epische geldtoken en kunnen we nu een bliksemkist openen. Maar dat is dus het eerste wat eraan zit te komen. Het tweede wat er nieuw bij gaat komen zijn maandelijkse rewards die beter gaan worden. Want je hebt in Clash of Clans heb je nu zo'n maandpas die je kan zeg maar kopen. Voor 5 euro en dan kan je allemaal dingen voltooien waardoor je zieke rewards krijgt. Dat komt ook in Clash Royale. Je kan natuurlijk gratis rewards krijgen. Volgens mij verdien je dan gewoon coins. Dat is chill. Maar als je 5 euro dan betaalt, is natuurlijk als je dat elke maand doet aan het eind van het jaar wel best wel wat geld. Maar als je dat dan af en toe een keertje doet, krijg je echt zieke rewards met heel veel kisten. En wat je ook kan vrijspelen zijn tower skins. Dat is super nice. Je kan je towers kan je omtoveren tot skins. Dat gaan we zo meteen even over hebben. Maar ik ga eerst even hier wat bliksemen. Ik doe eerst even zeldzaam, want ik wil eigenlijk een mini packer krijgen. Of de golden coin, ja, nou ja, die laat ik maar, want die heb ik nog niet heel hoog level. Dus dan ga ik nu even epische en dan, ja, hebben we bliksem. Oké, nou prima, goed genoeg. Ja, de skins, dat is zo awesome, want je speelt natuurlijk al heel veel jaren Clash Royale en de torens zien er altijd hetzelfde uit. Iedereen heeft gewoon dezelfde. Maar dat gaat dus veranderen. Je kan skins vrijspelen door gewoon lekker te spelen. Dan moet je volgens mij wel die pass kopen van 5 euro. Volgens mij kan je het anders niet vrijspelen. En dat is natuurlijk wel slim van de makers van Clash Royale. Want ze gaan daar gewoon weer heel veel geld mee verdienen. Meer mensen gaan natuurlijk zo'n pass kopen dan een aanbieding van 5 euro. Want je kan echt hele zieke rewards krijgen. In ieder geval als het net zoiets als gaat worden als in Clash of Clans qua rewards. Dan zijn de rewards echt bizar goed. Dus dat zit er ook aan te komen. En die skins, ik vind ze echt heel nice. De eerste skin die trouwens gaat vrijkomen voor je toren, dat wordt een soort van vissenkom. En daar kan dan een haai in zwemmen. Dat wordt de eerste skin. Dus dat is nice. Trouwens, ondertussen heb ik de legendarische kist geopend. En we hebben een wakkerrijder. Dat is echt ziek nice. Die kan ik ook weten. Dat was nog een van de legendarische die ik nog niet heel hoog level had. Hier is namelijk de bakkerrijder. Dan kan ik die ook weten. Kost wel 20.000, maar dat is wel nice. Dan hebben we deze in ieder geval level 11. Want volgens mij had ik alle legendarissen al level 11. Ja, ik had alles al 11. Nou ja, dan heb ik nu die bokkenrijder ook. Dus dat is nice. Dan hebben we die even kunnen upgraden. Dat is heel nice. Maar er zijn nog meer dingen die erbij gaan komen. Want er komen 2 nieuwe game modes aan. Dat is ook ziek nice. 1 game mode is dat zeg maar de hele map volstroomt met water. Oh, trouwens, over 5 minuten wordt het spel geüpdate. Lol, dat is ziek overpowered. Dan is waarschijnlijk die update er. Weet je wat, ik ga de rewards nu even claimen. En dan ga ik even wachten. En dan gaan we daarna verder opnemen. Zodat we dan de update ook nog kunnen zien in deze video. Waarschijnlijk duurt dat wel een uur. Want waarschijnlijk is het spel een tijdje offline. Dus daar moeten we even geduld over hebben. Maar jullie zien dat gewoon in één korte knip. Oké, ik zit hier allemaal te vertellen over allemaal dingen. Maar de update die komt er gewoon aan. Maar de volgende trouwens wat gaat gebeuren.
En de andere game mode, dan heb je die nieuwe troep die staat in het midden en dan kan je die hitten. En wie als eerst de meeste HP daarvan af heeft gekregen, krijgt die troep en die helpt dan mee met vechten. Dus dat is de andere game mode. Op zich ook een leuke game mode. Maar misschien dat we die zo meteen al kunnen spelen. We krijgen nu trouwens Golden Ton, een shield kan ik bijna upgraden. Die wil ik namelijk ook upgraden. Krijgen we ook nog Golden Reus. Nou ja, dikke prima. Maar dan heb ik nu alle rewards geclaimd, dan gaan we nu eventjes wachten. En dan zie ik jullie zo meteen wel weer als we de nieuwe update hebben geïnstalleerd. Dus tot zo. Ja, maar het is ook gewoon nog zo. De update is er. Dit is echt super nice. Dus alles wat ik net heb verteld, dat zien jullie nu hier. Je hebt dus een Pass Royale. Die kan je activeren. En wat je gratis kan krijgen zijn bijvoorbeeld de rewards die je hebt aan de rechterkant. En hoe kan je dit bijvoorbeeld vrijspelen? Volgens mij door kronen te ontgrendelen kan je deze rewards dan vrijspelen. En aan de linkerkant zien jullie dan wat je krijgt als je zeg maar betaalt. En aan de rechterkant zie je wat je gratis krijgt. Dus dan krijg je gewoon de hele tijd van die kronenkisten. Dus dat is op zich ook wel prima. Maar je hebt hier een zieke kisten, jongen. Maar dit zijn gewoon nieuwe kisten. Dan heb je 18 epische. Wat krijg je hier? 120 gewone en 8 zeldzame. Dit is echt superbaas. En ik zei net dat je zeg maar een Tower skin kon vrijspelen met een high erin. Dat is inderdaad het geval. Die krijg je bij de 30 kronen, krijg je dat? Bij de 300 kronen is dat dan volgens mij. Ja, want je krijgt per 10 kronen krijg je volgens mij 1 punt. Ja, inderdaad. Dus bij elke 10 kronen kan je dan 1 keer omhoog en dan krijg je dat. Dus niet per kroon, want anders was het ook wel heel makkelijk. Maar dus je moet in totaal in een maand tijd moet je 300 kronen halen. Maar ja, dat komt het neer op hetzelfde van elke dag 10 kronen halen. Dus daar komt het op neer. Maar ik ga die Battle Pass alvast kopen. Dit is echt zo nice. Dus ik ga dit doen. Kost 5,50 euro. Maar ja, dit wil je natuurlijk. Dus ik doe het gewoon. Pak het gewoon meteen kopen. Dan ben ik misschien een van de eerste in Clash Royale die deze Battle Pass heeft gekocht. Want ja, de update is echt net uit. En ik heb het meteen gedaan. Dus dat is wel heel nice. En wat ook lachen is, is dat je volgens mij voor elke kist die je nu opent, omdat ik de Battle Pass heb, dat je dan gewoon 1 bliksem mag gebruiken. Dus als je een gewoon kistje opent, kan je die gebruiken. En wat ook nice is, is dat je bijvoorbeeld hier nu speelt 30 elixir of 30 kaarten die 6 elixir of meer kosten. Het maakt niet meer uit in welke arena of in welk toernooi je doet. Je kan het nu overal gebruiken. Is hier nog iets veranderd? Nee, dit is in principe hetzelfde. Je hebt wel volgens mij een nieuwe arena. Ik weet niet of dat de beste arena is of dat iets anders is. Nou ja, dat maakt in principe ook niet heel veel uit. Want ik zit namelijk al een best wel hoge arena. Ik denk dat er een nieuwe arena wat lager is. Je hebt nu een Vang de Visser uitdaging. Oeh, daar kunnen we met de nieuwe spelen. En je kan dus gratis aansluiten omdat ik een Battle Pass heb. En wat heb je? Oh, yo! Dit is trouwens wel een beetje een bug. What the fuck is dit? Oké, ik start even opnieuw op. Dan hoop ik dat hij nu wel goed doet. Ja, nu doet hij het wel goed. Je krijgt gewoon 5000 coins gratis. Super sick. Je krijgt alle rel tokens eentje gratis. Wat ook super nice is. Plus een legendarische kist. What the fuck is dit? Hoezo geeft Clash Royale ons dit allemaal gratis? Dit is echt ziek, ziek, ziek nice. En we hadden... Oh, joh. Ik moet gewoon bij de hoes ondertussen. Maar we hadden natuurlijk voor... Ja, het begin van deze video ook nog zieke rewards. Dus dit is echt een lijpe video gewoon. Dit is echt niet normaal. Verder is er in de store niet heel veel veranderd. Hier bij kaart is, ja, er is één nieuwe kaart bijgekomen. Die komt trouwens pas over 35 dagen uit. Dus dat duurt nog vet lang. Maar dit is wel echt een zieke update. Dit is echt heel nice. Maar we gaan even één potje spelen. En dan hopelijk kunnen we die nieuwe kaart even kijken hoe die speelt. Oh, je kan hem niet eens vrijspelen. Nee, je kan hem niet eens vrijspelen. Je kan alleen wat coins en edelstenen verdienen. Maar ik wil in ieder geval even kijken hoe die speelt. En wie het nou precies is. Oh, dit is die uitdaging. Die zei ik ook in het begin van deze aflevering. Kijk, je kan hem ontgrendelen. Wie als eerst de meeste damage daar heeft gedaan. Wie hem kapot heeft gemaakt. Die krijgt hem dan. Ik zal hier even een zap neerzetten. Dan hoop ik dat ik hem alsnog als eerst heb. En ik heb hem ook als eerst. Maar ja, met al die hog ride, of nee, al die gunstelingen maakt dat niet heel veel uit. Maar dan kan ik nu hopelijk even een mooie attack daar doen. Ik denk het wel, want mijn houtakker heeft nog wat leven. Dan beginnen we meteen lekker. Oké, maar ik wil zo meteen eigenlijk even met die ene spelen. En dat hij dan toch nog even wat HP heeft. Want nu was hij gewoon in één keer bas dood. Hij heeft geen één attack kunnen doen. Dus dat is eigenlijk wel jammer. Maar ik denk dat hij zo meteen weer in het midden komt te staan. Ga ik vanuit in ieder geval. Ja, daar komt hij weer. Oh shit, dan heb ik net zo'n reus daarachter neergezet. Maar ik wil hem eigenlijk wel ontgrendelen. Ik zal ook wel vleermuizen neerzetten. Dan hoop ik dat ik alsnog eerder ben. Dat zou nice zijn. Ah nee, ik ben net later dan. Dus dat is een beetje behalve. Maar check zijn attack. Zag je dat? Hij trekte die houthakken naar zich toe. Dat was echt ziek overpowered. Ik zal hier even een zap neerzetten. Zap, wat? Dan hoop ik dat mijn reuskelet zijn toren kan halen. Nee, net nu. Oké, dat is ja ook niet heel erg. Maar we gaan wel echt lekker in dit potje. Mijn tegenstander heeft geen schrijvenkans tot nu toe. Hier even gunstelingen voor die Hogrider.
Wat zullen we verder doen? Nou ja, hij kan 2 hits doen. Is ook niet het allerergste van de wereld. Ik laat het nu even zo lopen. En dan gaan we zo meteen mijn reuskelet neerzetten. Oh, ik wil hem nu hebben. Ik zet meteen houthakken er neer. En dan zal ik hier even vleermuizen neerzetten om te verdedigen. Ik denk dat hij daar trouwens een zap neer gaat zetten. Nee, dat doet hij niet eens. Oké, nice. Dan hebben we nu al een dikke aanval. Dan hebben we die troep ook die gewoon volop levens heeft. Dan zal ik hier even een tovenaar doen. Zag je dat? Oh, dat is ziek nice. Want daardoor wordt hij afgeleid van die houthakker. En dan kan die houthakker nu gewoon damage doen. En dan wordt de boel naar dan geboost ook nog. Oh, dit is echt ziek overpowered. En hij kan zichzelf dus ook naar torens toe trekken. Ik weet niet of dat extreem goed is. Want daardoor kan hij natuurlijk wel weer in het schot komen van zijn hoofdtoren. Maar in principe maakt dat ook niet heel veel uit. Maar ik denk dat de kaart echt een van de chillste nieuwe kaarten is die er is. Ja, dat kan haast niet anders. Oh ja, daar heeft hij weer die nieuwe. Die kaart die staat er weer, dan zal ik even een houthakker erbij neerzetten. En dan gaan we nu even een dikke aanval opbouwen. En dan gaan we even zorgen dat we die 3 kronen gaan halen. Kijk, dit, oh, dat is zo chill dat naar zich toe trekken. Oh, die gunstelingen ook meteen dood. Dus dat is ook chill. Ja, we gaan nu sowieso de 3 kronen halen. Ik kan me niet voorstellen dat hij dit gaat winnen dan. Maar wat is die nieuwe kaart overbouwen? Dit is echt niet normaal, jongen. Check mijn attack nu ook. Ik own hem zo hard. Dit is echt niet normaal. Misschien is mijn tegenstander ook niet de beste die ik kon hebben. Maar maakt niet uit. Dit is echt super sick. Maar oh, wat is dit nice. Dit is echt zo'n update waardoor je gewoon weer vet van Clash Royale gaat spelen. Ook gewoon met die pest zeg maar. Gewoon hier deze. En dan heb ik nu al 3 kronen, dus dat is ook chill. En wat krijgen we nu trouwens? Je krijgt hier... Oh, dat zijn waren dat niet die rewards? Ja, ik weet niet precies. Maar in ieder geval, bij de eerste krijg ik die emoji en al die andere rewards. Maar in ieder geval, dit is zo nice, jongen. Ik ga echt weer No Life Clash Royale spelen. Dat weet ik nu al bijna zeker. Maar dan was dit het voor deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ja, vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. En laat even weten wat jullie vinden van de nieuwe update. Maar ik denk dat de meesten het wel nice vinden. Maar dan heb ik tenslotte nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen. Waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!